Op het schoolplein zijn de leerlingen druk met het beplakken van een bankje met allerlei scherven. Het ontwerp hebben ze zelf gemaakt naar voorbeeld van beroemde kunstenaars. Hoe heet het ook weer? Gaudi? Gaudi en Mondriaan, heet dat. Gaudi en wie? En Mondriaan. Nou, ze steken er zeker wat van op. Ze hebben in eerste instantie kennis gemaakt met Gaudi. En ze wisten daar eigenlijk nog allemaal niks van. En ik vroeg het net aan een jongen en die wist eigenlijk helemaal niet wie het waren. Nee, dan heeft hij niet goed opgelet tijdens de presentatie. Het mozaïekbankje wordt gemaakt als onderdeel van het vak culturele kunstzinnige vorming. Het is dat het vak verplicht is, want de meeste leerlingen zijn niet van plan om thuis ook een kunstwerk te gaan maken. Nee. Waarom niet? Nou, vind ik niks aan. Ik ben blij dat ik het hier doe. En dan, dan nu thuis doe ik het niet. Gewoon hier alleen. En waarom doe je het hier wel dan? Ja, omdat het moet. Maar de creativiteit van de leerlingen is niet voor niets. Het bankje wordt tentoongesteld op de school zelf. Ja, eentje gaat naar de Blekenstraat. En dat is de andere vestiging van Kortebos. Ja. En deze komt op de vestiging Kortebos staan. Dus kun je straks nog even lekker uitrusten op je eigen bankje? Ja, lekker in de zon.